Het is 22 juli 2021, de dag dat we officieel afscheid nemen van Peter R. de Vries. Een succesvol misdaadverslaggever, liefhebbende vader en iemand die zich altijd hard maakt tegen onrecht. Vandaag is een laatste eerbetoon aan de bijzondere man die hij was. Het was heel emotioneel, is heel mooi gesproken door zijn zoon, door zijn dochter, door de mensen die hem lief hebben. De ene speech was nog ijzingwekkender dan de andere. Of het nou zijn broer was, zijn zoon, zijn dochter of zijn ex-vrouw. Die kwamen met verhalen over hem, met zulke prachtige anekdotes. Het deed echt heel erg recht aan wie hij was. Het was en onontroerend en ook een, ja, een soort definitieve afscheid. En het was dan... kist wordt weggedragen, dan realiseer je, Peter is er gewoon nu echt niet meer. Ik denk dat geen enkele cabaretier zo lang een staande ovatie heeft gekregen. Dus dat tekent de man die hij was. Ik sterf liever staan. Het was heel persoonlijk, het was heel warm. En wat je echt ziet is dat je het een hele fijne collega was. Een van de allerbeste journalisten, misschien wel de beste journalist die we hebben gehad hier in Nederland. Maar ook gewoon een hele lieve vader. Ik stap net Carré uit en voor mij ligt een heel klein wit veertje. Die heb ik in mijn tas en die zal ik bij me dragen. Iemand zei, vandaag is het geweten van Nederland verdwenen. Nou, dat ben ik het mee eens. Maar ik hoop dat het straks een beetje beter is. Ik heb net als mijn vader een tekst die mijn levensbeschouwing weergeeft. En die tekst die luidt, on bended knee is no way to be free. Ja, bij ons vanavond oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting. Fijn dat u er bent. U was vandaag ook aanwezig. Ik kijk heel even naar mijn collega. Marije, ik zie dat jij gelijk helemaal, Marije, helemaal vol schiet, hè? Nou, het is denk ik voor heel veel mensen nu zo definitief. Dat je nu echt denkt, oh ja, hij is echt overleden. En het is echt, dus dat is nu even wat je dan je realiseert als je dit ziet. Ja,